Dutch Design Month, nu ook in Leiden. Rabobank sluit kantoren en onrust in Leidse binnenstad na zedenincidenten. Dag dames en heren, welkom bij het Unity.nu weekoverzicht. Een explosie was de oorzaak dat 34 kinderen van naschoolse opvang BSO De Toptieners dinsdagmiddag geëvacueerd moesten worden. Onder begeleiding van de politie en de brandweer werden de kinderen en de begeleiders naar sporthal De Kuil gebracht. Alles ging volgens plan tijdens deze grote regionale crisisoefening in Oegstgeest. Het was even spannend voor de kinderen van BSO De Toptieners in Oegstgeest. Dinsdagmiddag werden 34 kinderen van de naschoolse opvang geëvacueerd. Gelukkig was het onderdeel van een oefening. Nou, je hebt met een echte ramp overleefd. Wat vond je ervan? Vond je het spannend? Nee. Hoezo niet? Ja, het viel wel mee. Ik vond het heel leuk. Leuk? Was het niet spannend? Nee. Hoezo niet? Toch zo'n rampoefening? Nou, eigenlijk omdat je wist al dat er niks ging gebeuren. Dus er was er eigenlijk niet zoveel spannend aan. Ik vond het wel leuk. Leuk? Vond je het niet spannend? Nee, niet echt. Ook niet eng? Nee. Hoe vond je het gaan? Ja, ging wel goed. Ik vond dat het iedereen wel rustig bleef, dus het ging goed. Is het een beetje serieus genomen of zit iedereen mee te lachen? Bij sommige stukjes wel een beetje. Alleen ik vond het wel een beetje raar dat we een spelletje gingen doen. Want het is best wel raar als er een brand is en dan ga je een spelletje doen. Is dat niet een beetje afleiding? Ja, het is wel een beetje afleiding. De kinderen werden geëvacueerd als realistische oefening voor een grote regionale crisisoefening. Zo'n oefening wordt gedaan met de gezamenlijke regionale crisisorganisaties van de Leidse regio. Dit is een grote explosie heeft er plaatsgevonden. Veel schade aan de omliggende huizen. En de BSO die was ook heel erg beschadigd. En vanwege instortingsgevaar zijn er kinderen geëvacueerd door de brandweer. De politie was daar ook bij aanwezig. En zijn ze ondergebracht in Sporthal De Kuil in Oegstgeest. De oefening is heel goed verlopen. De ontruiming en evacuatie was echt zo gebeurd. Daar was de BSO ook heel erg blij om. En de kinderen zijn hier goed opgevangen. Ze konden lekker spelen in de gymzaal. En wij hadden nog wat leuke dilemma's klaar voor de mensen die de opvang en verzorging verzorgen vanuit de crisisorganisatie. Nu was dit gelukkig nog maar een oefening. Maar volgens burgemeester Emiel Jentsch is Oegstgeest klaar om te reageren bij een echte ramp. We hebben vandaag een oefening gehad. Ik moet hem nog geëvalueerd krijgen. Het is heel vers. Maar voor een dergelijke calamiteit zijn wij klaar. Maar je weet eigenlijk nooit precies wat er gaat gebeuren. Maar oefening baart kunst. En die kunst is vandaag wel getoond. Komen er nog meer van zulke oefeningen? Ik moet zeggen ja. Het liefste blijf ik bij oefeningen. Want als het in het echi is, dan is er toch echt wat aan de hand. Dus zo min mogelijk echi's en zoveel mogelijk oefeningen. Een flinke schoorsteenbrand aan de Spiegeldreef in Leidendorp woensdagmorgen. Er stond een schoorsteen in de fik. Aan de Spiegeldreef in Leidendorp heeft woensdagmorgen een flinke schoorsteenbrand geboet. De brandweer werd even voor 11 uur opgeroepen. De brandweer moest een deel van het dak slopen om bij de brandhaard te komen. Enkele brandweerploegen hebben dat gedaan. Bij de brand kwam ook veel rook vrij. Binnen een uurtje was de brand meester. Alle bewoners waren snel buiten, dus er hebben zich geen persoonlijke ongevallen voor gedaan. De Spiegeldreef was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Designers en kunstliefhebbers kunnen zich tijdens de vierde Dutch Design Month nu ook laten inspireren in Leiden. Het festival bestaat sinds 2016 en biedt een podium aan creatieve ondernemers. Dit jaar is Leiden toegevoegd aan de reeds bestaande deelnemende steden Rotterdam en Delft. De Dutch Design Month is vanaf dit jaar ook in Leiden. Het festival biedt creatieve ondernemers een podium gedurende de hele maand. Maandagmiddag was de aftrap in de voormalig ambachtsschool Haagweg 4. We hebben een honderdtal evenementen verdeeld over drie steden. Delft, Rotterdam en Leiden. En het loopt uiteen van een evenement over bijvoorbeeld parels van Leiden. Tiny houses, vormen van architectuur. Aan de andere kant ontwerpers, designers van shampooflessen. Als je een fles shampoo hebt en je haalt de etiketten eraf, dan zie je toch ineens zie je wat het eigenlijk is. Iets waar iemand over heeft nagedacht. Dus iedereen die iets maakt waaraan je kan zien van hé, daar is over nagedacht. Ja, dat komt in aanmerking voor de Dutch Design Month. Kan
je aanmelden en dan kom je in het programma terecht en dan ga je jezelf presenteren. Dus jij organiseert een klein event van ongeveer een uur. Er is een speciale uitgave van de Dutch Designmand krant waar je precies kan zien van op welk tijdstip, in welke plaats, welk evenement je kan plaatsvinden. Het festival bestaat al sinds 2016, maar sinds de aftrap maandagmiddag neemt Leiden, net zoals Rotterdam en Delft, ook deel aan dit festival. Maar waarom is het nu pas in Leiden? Omdat ja, eigenlijk wij, dat is Stichting Werk en Onderneming, er nu pas van gehoord hebben. Erik van Loon, de geestelijk vader en bedenker daarvan, die liep toevallig tegen ons aan. En ik had wel iets van wow. Dit is toch iets leuk. Dit is ook weer een pareltje voor de stad. Het is iets heel kleinschaligs, met heel veel gevoel. En het kan uitgroeien tot een big event. Wethouder Fleur Spijker was aanwezig bij de aftrap en is enthousiast over de komst van de Dutch Designmand. Nou, het is mooi dat de Dutch Designmand op dit moment ook in Leiden zijn intrede heeft gedaan. Het staat echt voor het beter kijken wat ik net aangaf en al het moois wat we in onze stad hebben. We staan nu in de Leidse Lente in de ambachtsschool. Ik heb zojuist een relief onthuld, een plakkaat en de letters van de ambachtsschool. En dat is een heel mooi moment. Twee kantoren van de Rabobank sluiten in de Leidse regio. Het gaat om de vestiging in winkelcentrum Sandhorst in Leidendorp en om de vestiging bij winkelcentrum Langevoort in Oegstgeest. De Rabobank in winkelcentrum Sandhorst in Leidendorp gaat weg. In het tweede kwartaal van volgend jaar sluit het kantoor aan de Van Diepeningenlaan. Erik Versnel, directievoorzitter van Rabobank Leiden-Katwijk, legt uit waarom. We hebben de afgelopen jaren zorgvuldig het bezoek bijgehouden en we zien dat het gedrag van onze klanten verandert. Tegenwoordig bankieren steeds meer klanten via internet of via hun mobiele telefoon. En het aantal bezoekers liep zo terug dat we uiteindelijk hebben besloten om het kantoor te sluiten. De geldautomaten hier op de Zandhorst blijven tot eind 2020 open. We zijn momenteel met alle grote banken in Nederland bezig met de organisatie Geldmaat. En we verwachten dat voor het einde van het jaar er nieuwe geldautomaten komen in de directe omgeving van de Zandhorst. Zowel voor het pinnen voor particuliere klanten als ook het storten voor geld voor ondernemers. Het kantoorpand mag dan sluiten. De Rabobank is niet van plan te verdwijnen uit het dorp. Ja, de Rabobank is geen gewone bank, we zijn een coöperatieve bank. Wij willen en wij blijven dichtbij, ook in Leiden-dorp. Allereerst gaan we op donderdag 9 januari open in het wooncentrum De Ommedijk. En elke donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 kunnen daar ook klanten terecht met hun vragen. Daarnaast zijn we in gesprek met de gemeente om te kijken of we mogelijk een tijdelijke inloopplek ook in het gemeentehuis kunnen krijgen. En misschien wel definitief hier op de Sterrentuin. Hier op de Zandhorst. En willen daar 3 ochtenden of 3 middagen in de week waar klanten voor hun vragen kunnen binnenlopen of voor een adviesgesprek. Tot slot hebben we ook oog voor de kwetsbare klanten. Mensen die slecht ter been zijn, die kunnen ons bellen, ook een afspraak bij hen thuis te maken. Dus de Rabobank blijft dichtbij, ook in Leiden-dorp. In de regio zijn meerdere vestigingen van de Rabobank. De daling van het aantal bezoekers van de kantoren zorgt ervoor dat een tweede kantoor haar deuren moet sluiten. Helaas gaan we ook ons kantoor in Oegstgeest sluiten. Ook daar zagen we het bezoekersaantal drastisch teruglopen. Daar zullen we 3 middagen in het dorpscentrum in Oegstgeest, precies om de hoek daar, zullen we daar zitting nemen. En daar kunnen onze klanten ook terecht. Het kantoor in Leiden, hier redelijk dichtbij, blijft gewoon open. In het tweede kwartaal van volgend jaar sluiten de kantoren in Leiden-dorp en in Oegstgeest dus. Er is onrust in de Leidse binnenstad na de incidenten van de afgelopen paar weken. Studenten waarschuwen elkaar om niet alleen de straat op te gaan. En ook online wordt er veel over gepraat. Deze week was er weer een zedenincident. Hier op de Doelensteeg is in de nacht van dinsdag op woensdag een 24-jarige vrouw vastgepakt door een onbekende man. De man bedreigde haar en rande haar aan. Het is inmiddels het zoveelste incident in korte tijd in de binnenstad. De stad en vooral de studenten zijn onrustig. Ik woon nu sinds iets meer dan een maand in Leiden. En sinds in die tijd zijn al die dingen gebeurd met de aanrandingen en dat soort dingen. En ik durf nu niet zo snel meer alleen te fietsen. Voel jij je nog veilig in Leiden? Niet echt, naar wat je soort van hoort van mensen. Over dat mensen verkracht en aangerand worden en zo 's avonds. Dat is niet echt een heel erg fijn gevoel hier. Het is niet specifiek Leiden, maar het is meer
altijd. Dat zodra het donker is en je loopt alleen over straat, dan voel je gewoon als vrouw niet helemaal veilig meer. De studentenverenigingen hebben al een aantal keer waarschuwingen laten uitgaan. Ik merk dat er veel onrust is onder studenten. En dat merken de verenigingsbesturen ook. Studentenverenigingen zijn natuurlijk hele hechte groepen vrienden die elkaar makkelijk weten te bereiken. Je weet elkaar te vinden voor leuke dingen, maar ook in dit geval voor minder leuke dingen. En daarom dat zo'n waarschuwing, dat je gewoon een beetje op elkaar let, dat je met elkaar naar huis fietst, dat dat toch wel helpt. Wij als overkoepelend orgaan van de 24 studentenverenigingen hebben heel nauw contact met de wijkagent, ook met de gemeente en met de Universiteit Leiden hierover. Ook met onze lidverenigingen. En die samenwerking verloopt in Leiden heel goed en we kunnen elkaar heel makkelijk en snel spreken. De politie die neemt momenteel extra maatregelen. Er is een verhoogde surveillance en ze hebben er een rechercheteam opgezet. Wat ook van belang is, is dat, dat mensen in gevaarlijke situaties sowieso 112 bellen en dat mensen aangifte doen. En hoe zou het dan veiliger kunnen worden? Sowieso op zoek gaan naar de mensen die daarmee bezig zijn. Als eerste die mensen oppakken, denk ik. En verder meer controle misschien s'nachts. Misschien meer bij vrouwen wat bescherming, zoals de petitie die getekend werd over een alarm wat je kunt af laten gaan of iets in die richting. Denk je dat het veiliger kan? Ja, denk het wel. Maar ik zou zelf ook nog niet zo goed weten hoe. Maar ik denk wel dat het veiliger kan. Moet wel kunnen, toch? Burgemeester Henry Lenfrink laat weten dat er extra recherchecapaciteit voor het onderzoek is. Ook wordt al sinds 12 november extra gesurveilleerd. Tot die tijd worden vooral jonge vrouwen opgeroepen 's avonds niet meer alleen over straat te gaan. Tot zover het Unity.nu weekoverzicht. Blijf op de hoogte van het nieuws uit de Leidse regio via de app, radio, televisie, website en social media. Nog een heel fijn weekend.